Ja, en dan naar Breda. Want het onderzoek naar de aanrijding op een zebrapad eind oktober lijkt vast te zitten. Een man werd daar geschept en de auto reed door. TV-programma Opsporing Verzocht besteedde gisteravond nogmaals aandacht aan de zaak. En dit zijn heftige beelden die al eerder werden getoond. U ziet uh, hoe de man het zebrapad oversteekt. En dan gaat het om de man meest links in de gele cirkel. Die auto die komt van onder een beeld aanrijden en schept de man dan. Ja, de auto rijdt door en laat het slachtoffer achter op straat. En dat ziet u rechts in beeld. Verslaggever Rogier van Son die was vanmiddag bij het bewuste zebrapad in Breda. De man waar het om gaat is Robbie. 34 jaar oud hij en hij had een gezellig avondje gehad. Tot die bijna fatale klap. Robbie werd als het ware gelanceerd en kwam hier meters verderop... Terecht. Veel mensen zagen het gebeuren en het was zeer traumatisch. Want hij bewoog niet meer en hij bloedde flink. Het leek wel alsof hij dood was. Het slachtoffer lag in kritieke toestand in het ziekenhuis en werd in coma gehouden. Breda was geschokt. Ja, opsporing verzocht besteden er dus opnieuw aandacht aan. En er zijn bewakingsbeelden getoond van wat er na het ongeluk gebeurde. De nacht van zaterdag 28 op zondag 29 oktober... De aanrijding was rond half vier 's nachts op de Nieuwe Prinsenkade in Breda. Krap een half uur later komt de auto die het ongeluk veroorzaakte, een Citroën C3, aan bij een garagebedrijf aan het Hazenpad in Breda Noord en parkeert op de Oprit. En daar zijn deze beelden nu van naar buiten gebracht. Vervolgens komt er een andere auto, een Peugeot, en die pikt de bestuurder van de Citroën op. Bij het slachtoffer werden sporen van de auto gevonden. In de kleding van de man werden glassplinters gevonden. En daardoor wist de politie dat de dader waarschijnlijk een kapotte voorruit had. De politie vindt de auto bij dit bedrijf. Een deel van de auto is al hersteld. De Citroën is in beslag genomen en onderzocht op sporen. Je ja, praat erover door met Willem van Hooijdonk van de politie. Ja, waarom is het zo moeilijk om, om de dader te vinden? Want de auto is wel gevonden. Klopt, maar die auto was niet gestolen. Die blijkt van een vrouw uit Breda te zijn. Nou, zij zat in ieder geval niet in die auto toen de aanrijding gebeurde. We hebben uiteraard uitgebreid met haar gesproken, maar haar verklaring heeft helaas geen duidelijkheid opgeleverd wie er dan wel die nacht in die auto reed. Ja, nou, dan zijn er heel veel reacties op dit, omdat het leeft heel erg bij mensen. Ja. Zijn er ook mensen die zeggen, ja, dat weten jullie al lang, want hier uh, hebben gewoon nog bewijs nog niet rond. Nou, als we het al uh, helemaal rond hadden, dan hadden we natuurlijk al een uh, verdachte aangehouden. Want wij nemen deze zaak heel hoog op. We werken er met zes mensen vrijwel uh, continu aan. Kijk, die auto die wordt nu verder op sporen onderzocht bij het uh, Nederlandse Forensisch Instituut. Hopelijk levert dat nog wat bewijs op. Ja, en die getuigenoproepen die we steeds uh, doen, doen we niet voor niks, want we zijn nog steeds bewijs aan het verzamelen. Ja, gisteren onder meer die nieuwe bewakingsbeelden, dus van bij die garage. Maar er is nog meer wat jullie gisteren nieuw hebben gedeeld: het de, 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 de signalement van de mogelijke daders. Ja, dat hebben we niet eerder vrijgegeven om andere getuigen niet te beïnvloeden. Maar inmiddels weten we eigenlijk vrijwel zeker dat er twee mannen in die auto zaten: jonge mannen van Noord-Afrikaanse afkomst. Tussen de 20 en de 25 jaar toen de aanrijding gebeurde. Ja, en verder hebben we dus nieuwe informatie vrijgegeven over die plek waar die auto heel snel binnen een half uur na de aanrijding werd geparkeerd bij dat garagebedrijf wat we net zagen aan het Hazenpad. Daar werd die beschadigde auto voorgezet. Daar stapte één man uit en die stapte vervolgens in een Peugeot 207 stationcar. Ja, dat zou dus misschien die eerdere bijrijder kunnen zijn geweest, maar dat hoeft niet per se. In ieder geval lijkt er een mogelijk verband te zijn tussen die Peugeot 207 Stationcar en die beschadigde Citroën C3. En we zoeken echt naar mensen die daar aanknopingspunten over hebben. Ja, niet heel veel tips vandaag binnengekomen. Nee, helaas, maar twee tips. We zien wel op social media reacties, op Facebook, bij jullie en bij de kranten. We hopen wel dat mensen die iets weten ook bij ons reageren, want we lezen die reacties allemaal mm -hmm. wel. Maar zet er zitten toch soms reacties bij waarvan we denken, hé, hey, die mensen weten misschien meer. En die mensen wil ik toch oproepen om gewoon de tiplijn te bellen of meld misdaad anoniem. Ja, hoe is het eigenlijk met het slachtoffer, Willem? Ja, niet zo goed. Hij is opgenomen in een revalidatiecentrum. Ja, hij kan nu een klein stukje lopen, zitten, maar het spreken dat lukt nog nauwelijks. Het is maar helemaal de vraag hoe hij dus verder gaat herstellen. Alle belang dus dat die zaak snel wordt opgelost. Zeker. Dankjewel. Willem van Hoerding van de politie.